We zijn vandaag in Huis aan het Water. En naast me staat Hans van Amstel, een van de vrijwilligers van Huis aan het Water. Hans, wat is jouw rol in dit geheel? Ik ben samen met Karin coördineren we het huis. En wat houdt dat in, coördineren? Ja, nou, dat zijn enorm veel activiteiten. Dat is het afsluiten van contracten met de professionals die hier werken. Dat is het maken van een kwaliteitshandboek. Dat is allerlei regelzaken. Verzin het maar. Tot voor kort heel erg gericht natuurlijk ook op de verbouwing van het huis. Die is nu net klaar, maar dat vroeg heel veel energie. De financiën niet te vergeten, het voorbereiden van bestuursvergaderingen, nou, van alles en nog wat. Maar je doet het vrijwillig. Hoeveel uur per week ben je ermee bezig gemiddeld? Nou, de afgelopen maanden denk ik dat ik wel zo aan 3-4 dagen kwam. Dat is wel heel pittig. Ja, dat is pittig, maar het is tegelijkertijd zo'n mooi project en er gaat zo'n drive vanuit met zoveel vrijwilligers. Ik denk dat er wel 60 vrijwilligers van alle kanten op alle mogelijke manieren hebben geholpen. Dus ja, daar krijg je vleugels van. Hè? Dat is ontzettend leuk om te doen. Want weet u dat? Is het een stichting, Huis aan het Water? Ja, het is een stichting. Ja. En de stichting heeft dus echt is puur voor kankerpatiënten of ex-kankerpatiënten? Ja, dat klopt. Het is een huis voor iedereen die te maken heeft met kanker. Dus dat kunnen mensen met kanker zelf zijn. Maar zeker ook hun naasten. Want ook voor hen is het vaak een heel zwaar traject. Maar ook nabestaanden zijn van harte welkom. En eigenlijk in het hele traject waarin de kanker zich voordoet. Vanaf het moment dat je het hoort tot misschien wel 5 jaar na een therapie of na een behandeling. Of 10 jaar kunnen mensen bij ons terecht. Oh, dat is wel heel mooi. Ja. En dan zitten jullie hier ook nog op een schitterend plekje. Ja, wat is het mooi. Wat hebben we een mooi uitzicht. Ja. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat als je het over het huis aan het water hebt, dat het met name de plek is die een uitstraling heeft, waardoor ik zeker weet dat het een daverend succes wordt. Want het is hier zo verschrikkelijk mooi. Dat ik denk, ja, dat is de aantrekkingskracht van Huis aan het Water. Hier kom je tot rust. Hier kun je even bijkomen. Hier kom je weer tot jezelf. En dat er dan nog heel veel voorzieningen bij zijn, dat is natuurlijk prachtig. Maar ik denk dat het met name dat is. Nou, ik weet hoe je het zelf ervaart, maar het is zo'n mooi huis. Ja, dat ik hier binnenkwam, wat maar eigenlijk het eerste wat me opviel was dat het heel rustgevend is. Het is een hele serene sfeer als je binnenkomt. Veel natuurlijke materialen zijn er gebruikt. Veel natuursteen zie ik, veel hout. Is daar ook specifiek naar gekeken om het zo minimalistisch eigenlijk bijna mogelijk te houden? Ja, nou, daarvoor moet je straks toch echt bij en Karin zijn. Ik ben ervan overtuigd, maar zij hebben met z'n tweeën zijn ze misschien wel 20 winkels afgestruind met een idee, met een visie in hun hoofd. Nou, daar moeten ze zelf maar even iets over vertellen, maar leuk. Ik denk dat het klopt wat jij zegt. Ja. Nou, ik vind dat je heel goed werk doet. Ja. En ik wens je nog heel veel succes in de aankomende jaren. Het was ooit een projectje voor 3 maanden. We hebben het eerder van je begrepen, maar dat 3 maanden, dat hebben we al aan de kant geschoven. Nee, het wordt een project voor jaren. Zo is het. Ja, ik zie je de enthousiast bestraalt van uw gezicht af. Dank u wel. Dank je wel ook voor het interview. Naast mij zit Nathalie Kool. Nathalie Kool is een van de professionals hier in het Huis aan het Water. Nathalie, wat is jouw functie hier binnen het huis? Ik ben fysio-oedeemtherapeut en oncologie-fysiotherapeut.
En wat kunnen wij ons daarbij voorstellen? Kun je dat iets meer toelichten? Want de fysiotherapeut weten we natuurlijk allemaal wel ongeveer wat die doet. Daar is een gemiddelde kijker, denk ik, is daar wel een keer geweest in zijn leven. Maar wat het een oncologisch... zeg ik dat goed? Oncologisch fysiotherapeut. Nou, een fysio-oedeemtherapeut die richt zich met name op de behandeling van lymfoedeem. En dat kan ten gevolge van bijvoorbeeld dat er borstkanker geconstateerd is en dat de lymfeklieren weggenomen zijn, waar mensen dan een risico hebben op het krijgen van een dikke arm. Nou, daar als fysio-oedeemtherapeut kan je daar het een en ander aan doen om te zorgen dat die arm weer dunner wordt. Bijvoorbeeld, het kan ook in de benen of in het gezicht voorkomen. En de oncologie-fysiotherapeut die richt zich met name op een stuk revalidatie in de fase van behandelen of de fase na de behandeling. Als mensen terug moeten richting hun werk en hun conditie willen opbouwen of het zelfvertrouwen heel erg laag is, hè, omdat het lichaam toch ja, het nodige heeft meegemaakt. Dan kan je met mensen daar een revalidatieprogramma op afstemmen. En dat gaan we hier dus ook doen met allerlei apparatuur en trainingsprogramma's. Maar daarnaast kan het ook zijn dat mensen in een latere fase, dat als de kanker niet weg is, is dat ze daar toch nog een stuk begeleiding in willen hebben. Omdat ze pijnklachten hebben of omdat stijfheid of moeilijk lopen bijvoorbeeld. Nou, daar kun je je ook allemaal op richten. Dus eigenlijk op een heel breed spectrum, maar wel helemaal gericht op de oncologie. En als de mensen hier in het huis komen, maken ze dan ook gelijk een afspraak met jou? Nou, als mensen hier komen, dan krijgen ze in eerste instantie een intakegesprek met een van de oprichters hier, dus of met Karin of met Matti. En dan wordt er goed in kaart gebracht van waar de behoeftes liggen bij de patiënt. En dat kan zijn dat hij dat al precies weet. En dan kan er een afspraak bijvoorbeeld met de fysiotherapie gemaakt worden, of met een psycholoog of met een arbeidsdeskundige. Dat ligt er eigenlijk aan wat de hulpvraag is van de patiënt. Maar het kan ook zijn dat de mensen hier binnenkomen via het inloophuis en dat ze dan kennis maken met wat we hier allemaal kunnen en mogelijkheden hebben. En dat ze op die manier hier binnenkomen. Ja. Gaat dat allemaal op individuele basis of ook op groepsbasis? Nee, dat kan op beide. Het kan op individuele basis, maar het kan ook op groepsbasis. Bijvoorbeeld de revalidatie. Dat zijn we voor plan om in dat kleine groepjes te doen. Omdat een stuk lotgenotencontact ook heel belangrijk is. En dat zullen dan kleine groepjes van 4, maximaal 5 mensen zijn. Maar het kan ook op individuele basis. En ook de andere begeleiding kan zowel op groeps- als op individuele basis. Dat hebben wij nog niet gezien, maar daar hoop ik dat je ons straks even wil laten zien. De ruimte waar mensen kunnen sporten is dus ook hier in het huis. Ja, we hebben een ruimte ingericht waar het nu op dit moment wat fitnessapparatuur staat, gericht op de conditie. Er moet nog meer apparatuur bij komen, dat is besteld, maar dat is er nog niet. Maar ik kan jullie wel in ieder geval een indruk geven. Ja. Oh, heel graag, we gaan even een beetje meelopen. Vrije beweegruimte, waar we allerlei oefeningen kunnen doen, maar waar ook yoga gegeven kan worden, pilates, mindfulness, dat soort activiteiten. Maar we kunnen hier ook soort aerobics-achtige dingen kunnen we doen als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ja. Dus, en dan zijn ze nog een beetje de laatste hand aan het aanleggen. Ja, het is hier nog veel knutselen op dit moment. Ja. Dit is dan de fitnessruimte. Ook die is nog niet helemaal af, maar je kan al wel een indruk krijgen. En met de loopband, crosstrainer en 2 fietsen. En hier komt er nog wat krachtapparatuur. En een pilates bank, zeg maar, waarin de patiënten ook behandeld kunnen worden. Ja, een mooi uitzicht zo, over het water. Precies, we proberen dus inderdaad revalidanten zo in de moed ook te krijgen met het mooie uitzicht. Dus zo proberen we dat ook te richten. Ja. Prachtig. Ja. Dus dit wordt straks een hele gevulde zaal met allerlei apparatuur. Ja. Waar mensen echt kunnen gaan revalideren. Dat klopt. En de bedoeling is wel om dat in kleinschalig te doen. Dus in groepjes van maximaal 4 à 5 mensen. Zodat je gewoon goed persoonlijke aandacht ook kan geven aan de mensen. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Het moet niet zo zijn dat ze hier hun ding doen. Maar het moet echt gericht zijn op de revalidatie. Ja. Ja. Goed, daar is ook het hele huis op gericht natuurlijk. Uiteraard. Ja. Nou, geweldig. Ja, maar dat is niet erg. Kijk uit, want dan valt hij uit zijn haar. Ja, mag ik eens kijken? Ja.
Carrea Volendam. Ja, Karen Hogeveen en Matty Hakvoort, de initiatiefnemers van Huis aan het Water. Matty hebben we eerder al gesproken op 7 april in onze live show. En daar heb je al heel veel mooi introducerend verhaal verteld over Huis aan het Water. Karen was toen helaas niet aanwezig, die kon op dat moment niet. Karen, kan je me vertellen, hoe zijn jullie tot dit initiatief gekomen? Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ik probeer het kort te houden. Wij voeren hier langs en het stond leeg, het huis, en het stond al heel lang leeg. En toen zijn we eens gaan informeren van wat is er met dit huis aan de hand, waarom staat het zo lang leeg. En wij hadden al heel lang de fantasie om iets te gaan doen op een mooie plek, aan het water het liefst, voor mensen die ziek zijn of iets hebben. En dat je op een mooie plek kan revalideren. En toen zijn we daar mee verder gegaan. En, maar u zegt mensen die ziek zijn en nu heeft u specifiek gekozen voor kanker. Waarom kanker? Nou, we waren een vriend van ons, is een oncoloog, Aart van Bokhoven. En die zei van, waarom focus je niet op één doelgroep? We hebben in onze familie ook veel met kanker te maken gehad. En dan, we weten ook aan de lijve wat het betekent. Het gebrek aan psychosociale aandacht vaak. En toen dachten we, nou, vinden we een mooi doel. Prachtig doel. Met dit huis neem ik aan dat dit ook op de een of andere manier gefinancierd moet worden. Ja. hoe gaat dat in zijn werk? Want jullie werken in principe voornamelijk met vrijwilligers. Hoe bekostig je dit? De inrichting, zoals jullie waarschijnlijk een hele mooie... Heel mooi, heel mooi. Ja, daarvoor heb ik 2 jaar lang allerlei fondsen aangeschreven. Dus heel veel fondsen hebben daaraan meegewerkt. En ook heel veel bedrijven in de omgeving die hebben ons geholpen en gesteund. Dat is echt fantastisch. Het is heel leuk om mee te maken. De huur of de rente die wij betalen, die wordt betaald door de professionals die hier marktconform ruimtes huren om mensen te helpen. En het inloophuis en alle inloophuisactiviteiten, ja, daarvoor zijn we wel afhankelijk van vrienden van de stichting en bedrijven die ons willen steunen. En ik neem aan dat jullie ook een bepaalde vergoeding krijgen vanuit zorgverzekeraars, of is dat puur alleen voor de professionals? Ja, de professionals zoals de fysiotherapie en de psycholoog, dat wordt vergoed door de zorgverzekeraars. En we proberen ook nog projectsubsidies hier en daar los te krijgen. Maar nu, daar gaan we ons nu weer op focussen. Nu hebben we de afgelopen tijd natuurlijk eerst even gefocust op het mooi maken van het huis eigenlijk. Het is prachtig. Ik had het net al met Hans van Amstel over hoe mooi het huis is geworden. En als ik hier binnenkom, zie ik ook heel veel natuurlijke materialen gebruikt zijn. Waardoor het een heel vriendelijk, een heel serene sfeer uitademt eigenlijk. Waar hebben jullie die meubel allemaal vandaan? Want het is in principe heel minimalistisch. Maar toch komt het heel sfeervol over. Wie heeft dat bedacht? Nou, we hebben het eigenlijk met een kleine groep bedacht. We hebben een binnenhuisarchitect, een vrijwillige binnenhuisarchitect bij betrokken. We hebben een, ik weet niet of ik namen mag noemen, maar Karin Volendam. Die heeft ons ook heel erg geholpen met de meubels. En die heeft ons ook een heel leuk adres gegeven in Linschoten. En dat is, En, en daar hebben we deze hele mooie meubels. Dus wat jij noemt van die natuurmaterialen, die komen daar vandaan. Dat is echt heel prachtig, hele mooie kleuren. Kunnen onze kijkers denk ik ook allemaal zo meteen terugzien. Matty, we hebben vorige keer, op 7 april, hebben we een tijdje met elkaar zitten praten. En je dochter schoof toen ook aan tafel. Die doet ook een project. Kan je daar nog eens wat over vertellen? Het project en de verhouding met het Huis aan het Water, of dat tot elkaar komt. Ja, graag. Onze schoonzoon in spe, om het maar zo te noemen. Dat is een hele fanatieke sportman, om het zo te zeggen. En die was geïnspireerd door ons verhaal en die wilde ook iets bijdragen.
En vanuit zijn sportidee heeft hij dus een actie op touw gezet. Het is Crossing Borders. Staat ook op Facebook. En daar zijn we nu aan het naar buiten brengen dat een sponsoractie voor zijn fietstocht. En dat is een fietstocht van 6000 kilometer van Noordkaap naar Gibraltar. Waar hij hoopt op €30.000 binnen te fietsen. €5 per kilometer. En ja, iedereen die een kilometer mee wil doen, alles komt hier in het huis terecht. En vooral en exclusief voor het inloophuis. En voor alle activiteiten die we daar gaan doen. En we gaan er heel veel dingen doen. Zeilen, we hebben ook al een bootje bijvoorbeeld. Dus we gaan ook heel veel sportieve dingen doen. Dat is een verschil, het inloophuis en het huis aan het water. Nee, het zijn verschillende functies natuurlijk. Je hebt het inloopfunctie, dat is dat iedereen die kan komen zonder enige andere reden dan dat hij wil uitwaaien, steun wil krijgen, informatie of ervaringen van lotgenoten wil horen. En dat is een functie die zonder enige drempel is. Naar een hulpverlening, iemand die hulpverlener is, daar is een verwijzing voor nodig, gewoonlijk. Dus dat kunnen we hier vanuit wel regelen, maar dat is dus een aparte functie. Dat zit door het huis heen verweven. Dus je hebt en professionele hulp op verschillende plekken en het inloophuisfunctie ook op verschillende plekken. Dus het is niet zo dat je één plek hebt waar het inloophuis zit. Het zijn gewoon functies. Want het huis is ook niet alleen voor kankerpatiënten, maar ook voor hun naasten. Ja, heel erg. Dat is heel erg belangrijk. Het is een enorme impact als je kijkt naar wat kanker met mensen doet. Het zit als een ijsberg onder water. Enorme verlies van kwaliteit van leven. Vaak niet alleen, natuurlijk niet alleen bij degene die de kanker zelf heeft als ziekte. Maar ook bij degene die als naaste daar ook met die onzekerheden moet omgaan. En ook verlies van intimiteit, van depressieve, angstige momenten die een partner heeft. Ja, die heeft diegene, die partner ook. Hè? Als je van iemand houdt, ik kan zeggen, dat proces, dat is... Een huis aan het water, een huis in de zon, een huis met een later, een huis met een horizon. Waar weer gebeurt wat niet meer kon. Er staat een huis voor de avond. Voor de nacht met een prachtig mooie ochtend, een huis met een nieuwe dag. En drijft de storm je droom uiteen, het wankel leven weer niet meer bestaat, is al. Samen. In dit huis ben je nooit alleen. En als je wereld kapot gemaakt, de angst wordt overspoeld, recht je rug. Hier wordt begrepen als je praat, dit huis weet wat je voelt en geeft je weer de toekomst terug.
bouwt een huis aan het water, een huis in de zon, een huis met een later, een huis met een horizon.